en welkom bij The Maze. Vandaag gaan twee bekende internetpersonalities tegen elkaar opnemen in dit doolhof. Het is super simpel. Als eerste het doolhof uitlopen en twee opdrachten van Technopolis uitvoeren. Tijdens de opdrachten krijg je bijna geen informatie. Als je toch informatie vraagt, dan verlies je 15 seconden tijd. Mijn gasten vandaag zijn Aaron Blommaert en Jaël West. Zie je het zitten? Amai, zo enthousiast dat jullie zijn. Ik ben gewoon een beetje bang van Aaron. Ja? Ja, we hebben vorig jaar ook verloren tegen hem. Ik denk dat hij gaat winnen. Ja? Ja, ik heb er vertrouwen in. Dat zij zal winnen? Ja. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ik denk het. 3, 2, 1, ren! Nee, ik weet het. Oh my god. Get! Verdomme, ik kwam aan de andere kant. Ik kan niks anders doen. Ik kan niks aan doorloven. Ik ben daar ook bang van. Oh my god. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Nee, ga weg van mij. Normaal ben ik echt goed in oriëntatie. En nu ben ik constant de weg kwijt. Ja, dat zijn we ook al geweest. Ik kom Aaron niet meer tegen, hè. Welkom. Oké, zorg ervoor dat de ruiters op hun paard zitten. Er is slechts één oplossing, de juiste. De ruiters moeten op hun paard zitten. Mag ik ze plooien? Mag dat? Maar hé, waar kom ik nu? Wat is dat hier? Ik wil dat niet kapot maken. Je bent nog niet geweest. Maar dit is nu wel kut. Oké, ja, een tip, alsjeblieft. Ik ga overgeven, denk ik. We zijn allemaal bij de eerste proef. Ik vind het spannend. Ik heb echt stress. Ik ben benieuwd wie dat er gaat winnen. Oh, maar er zijn twee paarden. Moet dat dan gelijk lopen met de buikjes? Ja. Oké, nog een tip. Paarden kunnen ook springen. Dat is echt moeilijk. Paarden kunnen ook springen en het kunnen zo. Ik wil een tip. Ik kan het, ja. Alle afbeeldingen moeten in dezelfde lengte liggen. Wat is dat voor een kuttip? Ik ben duidelijk niet goed in raadsels. Ik haat raadsels echt gewoon. Ik ga nog een tip vragen, want... Ja, dat hebben we. Niet doen of je hem niet nodig hebt. Ja. Dus de kabels moeten in het midden liggen en de paarden langs de buitenkant. Allemaal in dezelfde lengte. De paarden kunnen ook springen. Er zijn geen tips meer. Oh my god, nu moeten we het puur doen op onze hersenen. Is dit het? En nu schuift van elkaar door. Oh my god, is dit het? Ziet je het? Oké. Ah, holy fucking shit! What the fuck? Mocht je nu al door? Excuseer. Ik weet wel ongeveer. Hoe lang moet ik nog wachten? Nog 6 seconden. 4, 3, 2. Eén. Hoe raak ik daar? Ah. Ik denk dat ik nu naar hier ga gaan. Vandaar gaat het niet zijn. Zo moet het eruit gaan. Naar daar, denk ik. Ah. Jongen, ik verschoot. Ik had echt een riem moeten in doen. Van duur ga ik het hier van buiten kennen. Ik denk dat Aaron bij opdracht 2 is. Laat dit theezakje even zweven, vliegen, met behulp van de benodigdheden die je voor je liggen hebt. Een schaar, een theezakje, een aansteker. Het theezakje in de lucht gooien telt niet. Voer het experiment uit op het bord, wegens brandgevaar. Ik ga direct al een tip vragen. Alright. De inhoud is er niet nodig. Van het zakje. De inhoud van het zakje is niet nodig. Je moet daaruit komen. Maar alle wegen leiden in dit punt niet naar Rome. En in Aaron is daar al. Dan ga ik ervan uit dat die kruiden er niet moeten. Ik zie Jaël, maar ze is nog niet bij de opdracht 2. Nee, hè. Dan ben ik terug hier. Nog een tip. Je moet het zakje openknippen tot een cilinder. Fuck zeg! Oh, finally! Hallo! Laat het theezakje even zeven vliegen met behulp van de benodigdheden die je voor je hebt liggen. Schaar, theezakje aansteken, theezakje in de lucht gooien telt niet. Op het bord wegens brandgevaar. Oh, die fysica hier. Misschien wel eens, hoor.
Dat was duidelijk niet, hè? Ja, openknippen. Arne had je al tips gevraagd. Wat denkt u? Ja? Ja. Maar leuk, ik wil gewoon slim zijn en dat van mezelf kunnen ook. Ik heb een tip nodig. Jij hebt een tip nodig. De eerste tip is dat je de inhoud van het theezakje niet nodig hebt. Ja, dat zover was ik natuurlijk al. Tweede tip. Ja? Je moet het theezakje openknippen tot een cilinder. In mijn gedachten ging dat gewoon in brand schieten of zo en ging dat omhoog vliegen, maar dat is niet. Ik heb nog een tip, hè. Je moet wachten tot het theezakje helemaal is opgedraaid. Dat is... geen cilinder. Op het bord, hè. Dat was het niet. Dichtbij. Heel dicht. Huh? Oké, eerst doe ik onderaan. Hoeveel tips heb jij gehad? Twee. Twee. En nu lukt dat niet. Je gaat dat zien, ja. Hè? En om te snel denken, dat is waar dat kan. Yay! Hoe heb je dat de vorige keer gedaan? Wacht. 3, 2, 1, go! Merci. Het probleem hier was, ik had het onderaan aangestoken in plaats van bovenaan. Ik heb een tip minder dan Aron gevraagd, dus... Maar waar ben ik, hè? Marcel. Ik denk dat ik niet zo ver achter zit. Ja. Ik ben bang van u. Ah nee, nu kom ik hieruit. Moet je even... What the fuck? Fuck, zo spannend. Snel ben ik naar de uitlang aan het lopen. Ah. Aron, waar zijn zo dicht op elkaar? My god, volgens mij heb ik het. Ik krijg echt zwaar mijn tik. Come on. Ah, ik weet het. Echt waar. Dit is echt kut. Oh my fuck. Ja. Woe. Oh nee, sir. Heb je niet gehoord? Probeer dat te zijn. We zijn wel. Is het van de regen deze nat zelf? Nee, is het niet van de regen. Het was Jael die op mij wou spuwen. En hoe was het? Ik heb gewoon ineens alle tips gevraagd eigenlijk. Ja? Ga aan de kant, als je niet ziet. Godverdomme. Het is de eerste. Dat is niet waar, ik heb hem al gezien. Oh, dang it. Hilde, niet veel. Is hij het aan allemaal minuten? Hoe komt het? Dat einde maat. 10 keer tegen dezelfde struik gelopen. Oh, toch bedankt om mee te doen. Ja, tof spel. En dat was het voor deze aflevering van The Maze. Wil je zien hoe de experimenten in elkaar zitten? Check dan zeker Solving The Maze op het YouTube-kanaal van Technopolis. Bye! En de proeven? Lastig, hè? Wat dacht je? Ja, ik dacht gewoon... Ik had beter nog een jaar blijven zitten of zo. Ja, ik voelde mij vooral dom. En de paardenpuzzel, je miste één cruciale type, ja, eigenlijk. Ik denk dat als ik had geweten van het is een optische illusie, dat ik het misschien nog anders had aangepakt. Want ik was nu echt aan het zoeken van hoe krijg ik die twee op die rug. Dus het gaat te zien, ik was aan het plooien. Hè. Ik was overal aan het gaan, maar dat was dan... Ah, ook. Ja, ik ook. Ja. Okay.